is het meernieuws van vrijdag 7 maart. Lijsttrekker van Sociaalrechts Haarlemmermeer, Rinus Beuzenberg, heeft afgelopen zaterdag voor de pers een wel zeer bijzondere verkiezingsposter onthuld. Volgens Beuzenberg stelt de persoon op zijn schoot bepaalde politieke partijen in de gemeente Haarlemmermeer voor die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen billenkoek van hem zullen krijgen. En waarom deze poster? Omdat ik vind dat de Haarlemmermeerders, die hebben recht op hun gemeente en de gemeente moet gewoon teruggegeven worden aan de Haarlemmermeerders. De gemeente is niet van de VVD en van de Partij van de Arbeid. Die is van de Haarlemmermeerders, van de burgers. Sommige politieke partijen lijken zich meer bezig te houden met hun eigen belangen dan met de belangen van de burgers. Aldus Beuzenberg. De inwoners van de Haarlemmermeer hebben nu de kans om samen met mij, de gevestigde partijen die niet naar de burgers luisteren, om een goed pak slaag te geven. Die krijgen billenkoek. Kijk maar. De gemeente Haarlemmermeer organiseerde op maandag 3 maart het duurzaamheidsevent De Toekomst is gisteren begonnen. Tijdens deze middag presenteerde de gemeente wat er de afgelopen 4 jaar is bereikt op het gebied van duurzaamheid. Speciale gast was astronaut André Kuipers. Hij woont in de gemeente Haarlemmermeer en merkt dat hier veel duurzame initiatieven zijn van bedrijven en particulieren. Veel meer dan ik van tevoren had kunnen denken. Dus ik denk dat het een hele groene en actieve gemeente is op dat gebied. Echt een proeftuin. Dat bleek ook uit de elevator pitches die tijdens dit event werden gehouden. 3 initiatiefnemers van duurzame projecten moesten hier in korte tijd hun ideeën uiteenzetten. De publieksreis ging naar Camilla's Keuze. Zij bieden kant-en-klare boodschappenpakketten met gezonde en duurzame producten, inclusief een recept waarmee je deze producten binnen een half uur kan bereiden. De juryprijs ging naar Jacran BV. Ze hebben een technologie ontwikkeld waarmee organisch afval met behulp van insecten wordt omgezet in eiwitrijke grondstoffen die toegepast kunnen worden in dierenvoer. Tevens lanceerde André Kuipers samen met directeur en oprichter Andrea van der Graaf het nieuwe Haarlemmermeerse energiebedrijf Tegenstroom. Tegenstroom zal 100% duurzame energie opwekken en is opgericht om de lokale opwekking van duurzame energie te stimuleren en de energierekening van iedereen in de gemeente te kunnen beheersen. Tot slot was het de beurt aan André Kuipers. Hij sprak over het belang van onderwijs en wetenschap en innovatie. Hij legde hierbij de link tussen zijn ruimtereizen en duurzaamheid. Ik was vroeger natuurlijk net als iedereen wel bewust van milieuproblematiek. Maar ik was er niet echt heel actief mee bezig. En het is inderdaad wel gekomen door zo'n ruimtevlucht. Door die eerste ruimtevlucht. Dan zie je hoe beperkt de aarde is, hoe dun de dampkring is. De grote bossen die zijn eigenlijk maar heel beperkt. Je ziet luchtvervuiling, je ziet al die lichtjes van al die mensen. Dus toen ben ik bewuster gaan denken. Dus er zijn toch wel veranderingen gekomen door die ruimtereis. En door het besef dat we maar een beperkte en kwetsbare aarde hebben. Duurzaamheid begint steeds meer een rol te spelen in de samenleving. Op het duurzaamheidsevent werden afgelopen maandag de 4 winnaars van het groenste idee van Haarlemmermeer bekendgemaakt. Een van de winnaars is Mirjam Geurts met de biologische moestuin. Mirjam heeft zelf veel in een moestuin gewerkt. Nou, dat wil ik gewoon met iedereen delen. Dat is zo fantastisch. En het scheelt een hoop geld ook, hè? Het is een stuk goedkoper als je het zelf allemaal zaait en plant. Dan hoef je het niet in de winkel te kopen. En je weet waar het vandaan komt. Je weet dat het niet bespoten is. Tenminste, ik werk het liefst biologisch, dus zonder gif. En ik wil dat gewoon met iedereen delen en gewoon laten zien dat dat ook kan. Dat je niet hoeft te spuiten om gewoon goede oogst te krijgen. Iedere keer als er vrijwilligers komen werken, wat je ook doet, of je nou een halve dag komt of een hele dag, dat maakt op zich niet uit. Maar dan neem je gewoon wat mee uit de tuin. Je plukt gewoon wat jij wil of wat er op dat moment beschikbaar is. Dus je kan in april wel mais willen, maar dan is dat natuurlijk nog lang niet rijp. Maar ja, je kijkt gewoon wat je wil. En ik wil groente, fruit, kruiden en bloemen doen. Dus je kan ook gewoon een bos bloemen meenemen of een bosje kruiden als het op dat moment rijp is. We hebben een e-mailadres aangemaakt en dat is dan degroenstetuin en dan @gmail.com. Een groene omgeving wordt ook steeds belangrijker voor de nieuwe generatie. De Boshoeve is een kinderdagverblijf dat geheel zelfvoorzienend is door zonnepanelen op het dak. Ook zijn zij in het bezit van de prijswinnende elektrische bolderwagens. Voor de zomer staat er een zonnestalling voor elektrisch vervoer. Initiatiefnemer Eva Toele is mede verantwoordelijk voor dit prijswinnende groenste idee van Haarlemmermeer. Stints zijn soort bakken waar je achter staat, een soort segway.
En daar kunnen 10 kinderen in. En dat is natuurlijk heel erg leuk, omdat je als leidster van een buitenschoolse opvang 10 kinderen mee mag nemen. Ja, en dan wil je ook een vervoersmiddel hebben waar 10 kinderen in kunnen. We hebben een buurtfunctie, daar past dit eigenlijk bij. We hebben veel elektrische voertuigen, eigenlijk alles. Alle kinderen halen we met elektrische voertuigen op. Die laden we nu binnen in de Boshoeven op, maar ook deels bijvoorbeeld in mijn garage. En ik heb nog niet zo heel veel groene stroom, moet ik eerlijk bekennen. Ja, en dat klopt dan niet helemaal. Eigenlijk moet het gewoon door de zon worden opgeladen. En zo'n zonnestalling doet dat ook daadwerkelijk. Het bijzondere is dat de zonne-energie wordt opgevangen in een accu of een batterij. En 's avonds kunnen we elektrische voertuigen daar aan vastkoppelen. En dan gaat die zonne-energie hup zo het voertuig weer in. Vrijdagmorgen 7 maart vond er een groot ongeval plaats op de A4 onder het aquaduct richting Den Haag. Hierbij waren 4 vrachtwagens betrokken. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen om hulp te bieden. De bestuurder van de op één na laatste vrachtwagen moest door de brandweer uit de cabine bevrijd worden. Hij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Op verschillende punten in Haarlemmermeer is de landmacht bezig om tijdelijke wegen te maken met het MLC 70 wegenmatsysteem. Dit ter voorbereiding op de NSS-top die 24 en 25 maart plaatsvindt in Den Haag. De matten zijn zo sterk dat ze makkelijk een tank kunnen dragen. De voertuigen zijn donderdag 6 maart op de Vijfhuizenweg gesignaleerd en vrijdag 7 maart zijn ze aan het werk naast de A5 bij de Abdijtunnel. En dit was het Meer Nieuws van deze week. Voor de laatste nieuwsupdates luister naar onze collega's van Meer Radio of kijk op meertelevisie.nl. Al onze programma's kunt u zien op ons YouTube-kanaal. youtube.com/meertelevisie. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.